We zijn hier bij Trivium College. En we hebben vandaag een werkbezoek met Ronald Plasterk. Het was gewoon de koffiezak die mij integreerde. En ik had zoiets van, daar moet ik iets mee. En ik liep op een gegeven moment op een markt in Zuid-Frankrijk. En ik zag daar een tas. En toen wist ik het. Ik denk, ik ga de tas voor maken. En nu worden ze gemaakt. En nou worden ze gemaakt. Ja. Gaat het hard? Het gaat heel hard. Mensen zijn helemaal onder de indruk gewoon van wat het maatschappelijk met je doet. En het ziet er heel mooi uit, moet ik zeggen. Ja, het is uniek, want je hebt nooit dezelfde tas. En als wat vrouwen leuk vinden, die willen zich onderscheiden. Die willen uniek zijn. Die willen uniek zijn. Je bent iedere dag bezig met andere dames, uitleggen hoe en wat. En ik concentreer me nu meer op de tassen, zodat hun ook weer aan de slag kunnen gaan. Ik doe dagbesteding hier, dus voornamelijk voor de doelgroep migranten aan vluchteling. Ze kunnen reintegreren, ze kunnen gebruik maken van de dagbesteding. Dankzij deze project is eerste medewerkers in dienst genomen. Het loopt als trein. Het is natuurlijk al het gebruik van hergebruik van materiaal wat mooi is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en dan ook nog eens die toepassing waarbij dus vrouwen die nog niet de directe toegang tot de arbeidsmarkt hebben, daar wel actief mee kunnen zijn. Dus dat is echt een heel mooi project.